Afghanistan, letterlijk land van de Afghanen. Een land met zo'n 30 miljoen inwoners. Tot 8 jaar geleden voor de meeste van ons een onbekend land. Meer dan 5000 kilometer van huis. Totdat Amerika Afghanistan binnenvalt na de aanslagen in New York en Washington. De Taliban-regering wordt afgezet en een nieuwe regering aan de macht gebracht. Sindsdien zijn de troepen van ISAF in Afghanistan, een internationale vredesmacht van 71.000 militairen, waarvan 2.000 uit Nederland. De dag voor kerst laat ik de Nederlandse sneeuw achter om naar het Afghaanse zand te reizen. Samen met staatssecretaris Jack de Vries van Defensie en de commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Ze brengen een kerstbezoek aan de troepen. We missen elkaar natuurlijk allemaal. De mensen thuis missen de militairen missen de mensen thuis. En dan is het mooi als we zo een hart onder de riem kunnen steken. Zelf hoop ik militairen uit onze provincie te spreken. Die ook met de feestdagen niet thuis zijn. Als we er na 6 uur vliegen bijna zijn, dringt het tot me door dat we naar een land in oorlog gaan. Alle lampen in het vliegtuig moeten uit, zodat we veilig kunnen landen op het vliegveld van Kandahar, Afghanistan. Kandahar ligt ten zuiden van de provincie Uruzgan. Hier zitten 20.000 militairen gestationeerd, waarvan 350 uit Nederland. Mars. Hier zit de luchtmacht. Hier is het nooit stil. De sfeer wordt bepaald door af- en aanvliegende F-16's, helikopters en vliegtuigen. We komen aan op kerstavond. Het buffet in de eetzaal is omgedoopt tot kerstdiner, maar verschilt eigenlijk weinig van de andere maaltijden. Bij het eten ontmoet ik direct een Groninger, Martin, uit de stad. Hij heeft een logistieke functie. Hij zit hier nog maar net, maar hij weet precies wat hij het meest aan thuis gaat missen. Ik denk de zaterdagmarkt. Ik denk de zaterdagmarkt toch wel het meeste zal missen. De gezelligheid wat er omheen is en... De Groningse taal wat ik eromheen hoor. Ik ben uiteraard hier een van de weinigen, zo niet de enige die in Groningen hier aanwezig is. De meeste zijn allemaal Zuidelingen, Brabanders, Limburger. Daar verderop zit een jongen uit Delfzijl. Ja, er zit nog eentje uit Delfzijl, dat klopt. Ja, dat weet ik. Zeg je dan ook wel eens een mooi? Een mooi, mijn jongen, hou is mijn, af en toe dan komen we elkaar wat keer tegen. En dan groeien we elkaar wel een keer in dialect. Maar voor het algemeen is het hier een hoop zuidelijke accenten wat je hier allemaal hoort. Dus ik probeer me wel staande te houden met mijn Gronings dialect. Absoluut. En dat gaat me ook wel lukken hoor. Zeker weten. Die andere jongen is Henk Jan uit Delfzijl. Met hem ga ik naar de Dutch Corner. Daar is een kerstviering. Bijna net als thuis. Hier in de kou ziet eens hoe oud we zijn. Ziet eens hoe dat drinkt en krijgt. Sommige militairen hebben het even te kwaad. Ik vraag me af hoe deze dagen zijn voor de commandant der strijdkrachten, Peter van Uhm. Toen hij net 1 dag in functie was, kwam zijn zoon om door een bermbom. Het moet een moeilijk bezoek zijn. Ook een commandant der strijdkrachten is een doodnormaal mens. En die heeft natuurlijk net zoals ieder ander zijn emoties. Maar daar is een andere tijd en plaats voor, dus die probeer je gewoon een hekje omheen te zetten. En nu is dat niet relevant wat mijn emoties zijn. Het gaat erom wat zijn de emoties van mijn mensen. En moet ik daar wat mee, kan ik daar wat mee? Dat is veel relevanter. Speelt een zoet liedeken voor dit tere lammeke. Het dunkt mij dat het nu haast slaan zal. Ging je in Delfzijl wel eens naar de kerk? Ja. Meestal moest het toen ik een kleine jongen was. Maar mijn vader is organist, dus ging toch regelmatig wel mee. Ook zeker met de kerst.
En was mijn broer zat het vechten van wie er, waar mijn vader mocht zitten, want dat was de beste plek in de kerk. En wat vond je er nu van? Ja, het is nu anders. Nu ga je meer voor jezelf. En ja, dat is op zich ook wel even lekker, een stukje bezinning in deze, zeker hier in deze tijd. Natuurlijk altijd al die hectiek en je leeft van de ene dag in de ander. Dus om even een rustpunt te hebben, dan zou ik er ook met kerst ook even aan thuis te denken. Dat is wel even fijn. Ja. Hey, goeiedag even. Goeiedag. Ja, zeker. Ja. Zeker. Na de dienst treft Henk Jan zijn Groningse maatje Richard. Met hem spreek ik af voor de volgende morgen. Eerst proberen te slapen en hopen dat het luchtalarm niet afgaat. Dit is mijn slaapplek voor vannacht. Met z'n tweeën slapen we hier in een soort van container. Het is laat, denk een uurtje of één inmiddels. En om 5:30 gaat de wekker weer. En het was een hele indrukwekkende dag. Morgen verder, dan gaan we naar Kamp Holland. Mijn dag begint bij Richard. Hij wil me wat laten zien in zijn slaapvertrek. Groningse vlag, die gaat er mee op uitzending. Toch een beetje het Groningse gevoel te houden. Ja, echt waar? Gaat hij altijd mee? Ja. En vorig jaar toen kwam er een andere collega van mij, ook Groningen. Toen hebben we een officiële vlagoverdracht gedaan hier in de gang. We hadden vlag aan een bezemstok gehangen en een officieel commandooverdracht van de Groningse vlag. Dus zo doen we dat. Een beetje thuis? Een beetje thuis, inderdaad. In Afghanistan? Ja. Het is tijd om aan het werk te gaan. Richard is helikoptermonteur. Samen met Henk Jan prepareert hij deze ochtend de heli waarmee ik met de delegatie doorvlieg naar Kamp Holland. We zijn bezig met een pre-flight. Doen we elke ochtend voor de helikopter gaat vliegen. We controleren de belangrijkste punten, zodat hij luchtwaardig is. Nu kijk naar het motoroliepeil. Dat er afdoende in zit. En je bekijkt van buitenaf om te kijken of er geen beschadigingen zijn of lekkages en dat soort dingen. Henk Jan is loadmaster, verantwoordelijk voor de bagage en het wapen aan boord. Wat ben je aan het doen? Even het wapen controleren voordat we weggaan. We moeten natuurlijk wel zeker van zijn dat hij het doet. Maar dat lijkt me logisch. Heb je hem al wel eens gebruikt? Nee, gelukkig niet. Nee. Is dat iets waar je wel elke keer aan denkt van, ja, het kan wel zo zijn dat ik hem moet gebruiken? Nee. Hij gaat mee, het is voor een stukje veiligheid van de heli en de mensen aan boord. Maar ik denk hier niet aan dat ik het moet gebruiken. Nee. Als alles gecheckt is, gaan we de lucht in. Het is een 30 minuten vliegen naar Kamp Holland. Henk Jan heeft me verzekerd dat het vrij veilig is. Ze vliegen steeds verschillende routes en afwisselend laag en hoog. Kamp Holland ligt bij de stad Tarinkaut in de provincie Oeroesgan. Hier zitten de meeste Nederlandse militairen, 1100 in totaal. Ik word direct in de diepe gegooid als ik Bert uit het Drentse Lieveren ontmoet. Hij neemt me mee op voetpatrouille door Tarinkaut. Nou lopen we nu letterlijk de poort uit. Ja. Dat vind ik natuurlijk best wel een beetje eng. Ja. Hoe verantwoord is dit? Het is heel erg verantwoord. Daar kan je niks overkomen. We zijn met een grote groep, bijna 20 man. We zitten hier natuurlijk al 3 jaar met Defensie. Eigenlijk is de focus meteen in het begin van de missie geweest om de veiligheid in de stad hier te vergroten. Nou goed, we zijn nu 3 jaar verder. We kunnen aangeven dat met name de veiligheid in de stad zelf behoorlijk goed is. Veel politie opgeleid ondertussen. Dus wij lopen hier veilig? We lopen hier zeker veilig inderdaad, ja. Salam. Morning. Ik ben kapitein van de Mariniers en ik ben plaatsvangend kompiescommandant van de Marinierseenheid die hier zit. Dat is een Marinierseenheid van ongeveer 170 Mariniers en daar geef ik dagelijks leiding aan.
En ik ben hier sinds 5 november om mijn taak hier uit te voeren. Arnoud uit de stad is ook mee op patrouille. Terwijl ik me aan de zijde van de militairen vrij veilig waan, zijn zij zich constant bewust van de gevaren. Je hebt hier muren, je hebt inloopstukken met andere muren, hier duikertjes. Nou, de kinderen staan op de duikertjes, dus dat is geen gevaar. Alle daken, deuren die op een kier staan. Maar zolang de kinderen om ons heen staan, is het relatief veilig. Dit soort patrouilles is een paar keer per dag. De militairen checken of er zakken kunstmest liggen. Die kunnen namelijk worden gebruikt om bermbommen van te maken. En ze proberen in contact te komen met de bevolking. Omdat de Afghanen het beste weten waar de Taliban zich schuilhouden. De ouderen van deze generatie hebben zowel de Russen voorbij zien komen als de Mujahideen, als de Taliban. Heel veel mensen zullen rond zien lopen met nodige littekens van de oorlog van vroeger. En vandaar dat ook meestal de oudere mensen ook veel informatie weten en die spreken we dan als eerste aan. Zo, alles goud. Alles goud. Alles goud. Alles goud nieuw. Beetje Gronings overbrengen hier. Ja, dat is toch fantastisch. Boven mijn bed hangt ook de Groningse vlag, dus elke keer als je iets doet, die komt ze later weer tegen. Alles goud, alles goud. Ja, alles goud. Of ik thuis mis? Nou, het is de weersomstandigheden in Nederland, zeker met het sneeuw, in het centrum van Groningen, waar ik woon. En dat heb ik echt gemist. Ik heb foto's gezien en denk, oi, daar had ik heel graag bij willen zijn. En dan loop je door de sneeuw heen en dat is toch lekkerder dan 10 graden hier met de felle zon in je gezicht. Na 2,5 uur zijn we veilig terug bij de poort van Kamp Holland. Salam, kom maar door. Wat ga je nou zo meteen doen? Zometeen ga ik even lekker douchen, want het was warm tijdens de patrouille. Dan ga ik me even omkleden en dan ga ik me gereed maken voor het eten. En daarnaast heb ik zelf als baas natuurlijk nog diverse rapportages te verwerken. En dan gaan we ons vanavond weer richten op de dag van morgen. Salam. Gaat altijd door, hè? Het leven gaat hier altijd door inderdaad, het stopt hier niet. Voor mij wel. Ik trek me even terug. Nou, net terug van voetpatrouille door Taring Koud. Iets waarvan je vooraf denkt, ik ga echt het kamp niet af. En ja, als je er dan bent, dan ga je toch. Helemaal te gek was het. Heel indrukwekkend. Eigenlijk besef ik nauwelijks wat ik allemaal gezien heb. En dat ik echt het echte Afghanistan gezien heb. Met een stuk of 10 zwaar bewapende militairen door zo'n stad lopen. Is echt heel surrealistisch. En zo'n kogelvrij vest is heel zwaar. Echt mijn rug. Terwijl de militairen op de kerstmarkt de kans krijgen met hun hoogste baas, generaal Van Uhm, op de foto te gaan, ga ik naar de buitenring van het kamp. Vanaf een heuvel heb ik prachtig zicht op de Afghaanse zonsondergang. Dag 3, ongeveer 7:15 ochtends. Ik heb een van de engste momenten van de dag gelukkig alweer gehad. En dat is gek genoeg douchen. Want de slaapvertrekken zijn hier op Kamp Holland allemaal gepantserd. In tegenstelling tot op Kandahar. Dus ik heb heerlijk geslapen. Maar de doucheruimte is niet. En dan gaat het toch steeds een beetje door mijn hoofd van wat nou als ik hier sta te douchen en het luchtalarm gaat af. Voor een raketaanval. Dan moet je plat op de grond 2 minuten wachten. Hopen dat hij niet inslaat. En dan alsnog naar een gepantserd vertrek rennen. Nou, nu ben ik gelukkig weer buiten en zijn er een heleboel gepantserde vertrekken vlakbij. Dus dat voelt toch een stuk minder eng en ook dat het gewoon weer licht is, dat helpt. Militairen die, of ze voelen de angst niet, maar ik denk eigenlijk meer dat ze het gewoon niet willen laten zien. Zo kwam ik achter de afgelopen dagen.
ik ben niet bang in situaties. We hebben een aantal schietincidenten gehad, een aantal bermbommen gehad. De gevoelens die je dan naar boven komen zijn niet angst of dat je bang bent. Het gevoel dat dan in je loskomt is de training die het overneemt. En achteraf ga je de situatie evalueren, maar geen enkel moment zit daar angst in. Er is een mate van angst, maar het is een gezonde angst die zorgt ervoor dat je scherp blijft. Er kan altijd wat gebeuren natuurlijk, maar goed, in Groningen kun je ook van een stoepje vallen en kun je ook raar terechtkomen. Dus ja, ik ga er gewoon vanuit dat het mij niet overkomt. En ja, met die instelling moet je gewoon maar rondlopen hier. En dat komt allemaal wel goed. Het is heel gezond om daarbij bij stil te staan, maar het moet niet je werk gaan beïnvloeden, zeg maar. Je leert er wel mee omgaan. Het is... De eerste keer was het vaker zo, weet je wel, als je de poort uitging en richting een paar spannende gebieden of zo, weet je wel, dat je dan is dat van, nou, misschien gaat het vandaag al wat gebeuren of zo. Ja. Nou heb ik het absoluut niet, want ik heb de ervaringen, je hebt ook wel een beetje, ja, ervaring kan je niet echt zeggen, maar je hebt een beetje meer inzicht in hoe het werkt allemaal. In het begin is alles nieuw en dan, ja, hoe moet je dat zeggen, ja. Dan is het heel, beleef je het heel anders. En nou is het... Want ja, ik ben met een hele ervaren club, dat was de vorige keer ook niet zo, dus ja, maakt allemaal uit. Maakt allemaal uit hoe je je voelt en of je je veilig voelt of niet. Dus vragen of ze gereed zijn? Gewoon roepen naar achter toe, of ze gereed zijn? Ja. Zijn jullie gereed? Ja. Yo! Thijs heb ik deze ochtend ontmoet. Hij zit voor de tweede keer in Afghanistan. Hij is chauffeur van de Patria, het militair voertuig waarmee ik weer buiten de poort ga. Met de hele delegatie deze keer. Een Afghaanse politiepost. Het is de taak van Thijs en zijn collega's om de Afghanen op te leiden. Soms is het een beetje een poppenkast, weet je wel. Dan ben je bezig en dan heb je meer het idee dat ze het doen voor jou dan dat ze echt zelf bezig zijn met mensen, bijvoorbeeld auto-searchen of zo, weet je wel. Maar ja, maakt niet uit, ze komen er wel en op een gegeven moment dan nemen ze het vanzelf wel over en dan zien ze het nut er zelf ook wel van in. Want bijvoorbeeld als wij dan een rondje doen bijvoorbeeld, zien we wel met dat mensen op post staan. Als je dan bijvoorbeeld een jaar terugkeek, dan moet je mazzel hebben als er iemand op post stond en dat hij aan het waarnemen was bijvoorbeeld. En 9 van 10 keer laat ze gewoon te slapen en dan, dat is hartstikke jammer, dat is niet nodig. We verplaatsen naar het zuidoostelijk deel van Tarinkaut. Het is een nieuwbouwwijk, al is dat voor mij lastig te zien. Alles goed? Alles goed, alles goed. De huizen gaan allemaal verscholen achter muren, zodat de vrouwen daar ongesluierd kunnen rondlopen. Alles goed. Veilig ik me ook voel op straat, dat is het zeker niet altijd. Begin dit jaar blies een zelfmoordterrorist zich op bij deze politiepost. Met meer dan 20 doden tot gevolg. Deze Afghaan laat me een wond zien die hij bij de aanslag opliep. Het roept de vraag op waar Afghanistan zou staan zonder de buitenlandse troepen. De Nederlandse regering besluit op 8 januari over het verlengen van de missie. Een besluit dat de toekomst van deze militairen bepaalt. Ik denk dat we hier wel goed werk doen. Ik denk dat zeker dat je je doelen bereikt. Met mensen op te leiden op scholen, wegen, stukjes dammen bouwen voor dat de sloten niet meer uit de oevers treden. Dat is goed werk. Dat is hier echt heel belangrijk. Dat is het laagste niveau, maar het stukje infrastructuur is hier belangrijk. En het is belangrijk dat hier mensen blijven, maar wie ze sturen. Het mag voor mij ook iemand anders zijn. Onze uitzenddruk is vrij hoog. Dus een beetje rust is voor ons altijd goed.
Omdat wij toch bijna elk jaar wel op uitzending gaan, 3 maanden. En ook voor thuisfront, die vindt op een gegeven moment best wel veel worden. Dus voor mij persoonlijk is de beslissing mooi als het de missie voor ons wordt was toch gezet voor de Cougar. Maar voor Afghanistan zelf is het natuurlijk beter als de missie gewoon doorgaat. Mag ik daar mijn mening over weglaten? Ja, natuurlijk mag je. Zou je zelf nog wel een keer terug willen of eigenlijk niet? Hier liggen genoeg uitdagingen. Zeker als ik op mijn eigen vakgebied kijk. Hier geef je natuurlijk leiding onder moeilijke omstandigheden. Dus voor mij persoonlijk zeg ik van het werk wat ik hier doe, dat zou ik nog wel een keer willen doen. Als ik kijk naar mijn recente uitzendverleding, een keer al eerder op uitzending geweest in Afghanistan, dit de tweede keer al, zeg ik persoonlijk van de volgende keer ergens anders heen. Al was het alleen maar om te kijken van hoe het in andere landen is die onze hulp kunnen gebruiken. Mijn bezoek aan Kamp Holland en Tarin Kaut zit erop. Ik vlieg terug naar Kandahar en van daaruit naar Rotterdam. Kandahar is er nog net tijd om na het laatste kerstdiner staatssecretaris Jack de Vries te vragen naar de missie. Ja, dat is natuurlijk de vraag die mij het meeste gesteld is door de militairen hier. Kunt u al iets zeggen over wat de uitkomst van die besluitvorming zal zijn? Nee, dat kan ik niet. Wat wel van belang is, en dat is de boodschap die ik hier meegekregen heb. De mensen willen graag een klus afmaken. Aan de andere kant is de werkelijkheid van Defensie ook dat veel mensen al veel op uitzending zijn geweest. Dus wat het kabinet ook beslist. Het zal een tandje terug moeten voor wat betreft Defensie, maar wel met de motivatie om hier goed werk te blijven doen voor de mensen in Afghanistan. Meer gaat hij er nu niet over zeggen. Terwijl het vliegtuig opstijgt, voel ik toch wel opluchting. Mijn werk zit erop, we zijn veilig en onderweg naar huis. Nou, in elk geval voor jou, Tools. Ik wil hem zeggen van het is hartstikke leuk. Ja, nou het is wel hartstikke leuk natuurlijk, maar het is wel al gezellig. En ik heb al een bult collega's, dat kunnen ook meegrunnen. Dus er komt allemaal wel goud. En vanuit Afghanistan, dikke smok voor jou, Moeke. En ik kom weer aan in Oezar. Hoi. Hallo familie en vrienden, hier vanuit Afghanistan. Veel heil en zegen voor nee hoor. En tot snel. Allemaal een heel fijn 2010 en voor mijn opa, ik hoop dat hij het haalt en dat hij er met mijn terugkomst nog is. Nou, ik wil even aan iedereen de groeten thuis doen, aan pap, aan Wim en iedereen die ook in het café komt, aan Henkie Menzinga, aan alle jongens van de Maatschappij Hartlieve Lammers. En ik hoop dat jullie prettige feestdagen hebben door en gelukkig najaar. We zien elkaar weer in begin maart, dan zal ik weer terugkomen en dan drinken we de Rijn. Tabé. Nou, voor elke nooit toe, nou, hoop dat jullie een mooie kerst hebben. En Olde Nuik ben je rustig aan down, zal ik ook down. Ik zoek jullie weer in het vuurjoor en beste maar weer. Hè.